gaat heel goed. En stel je netjes voor. Ik ben Urte Helstone. Ah, geen onbekende naam, geen onbekende persoon. Nee, helaas niet. Of gelukkig niet. Hoe je het wilt interpreteren. Aha. Urte, en je woont op Curaçao. Douche Curaçao. Mijn, hoe lang al? Precies 2 jaar. Aha. Ik ben 23 september 2019 vertrokken. En 2 jaar is het al. Ja. Was het een moeilijke stap om Suriname te verlaten voor een ander land? Heel moeilijk. Omdat ik echt... Ik ben een Surinaamse. Een echte Surinaamse. Maar op een gegeven moment... ik ben in de medische wereld. Ik ben een laadbloeier. En ik had mijn plafond bereikt. Ik wilde wat anders. En toen kwam die uitdaging. En ik was like... En ik heb het aangenomen en ik heb er geen spijt van. Is Curaçao niet te klein voor iemand als Urte Helstone, zo'n energiekeling? Toch niet. Omdat het was echt eerst in het begin aanpassen. En vooral ook veel inlezen, omdat het een heel andere richting is. Ik doe namelijk verzekeringsgeneeskunde. En dat is heel anders. Dus ja. En dan ben ik ook niet iemand die echt... van de straat houdt, tenzij het gaat om een dansen of een thai-boksen. Dus nee, het was niet zo moeilijk. Het was niet zo moeilijk. Het is klein, maar hey, ik zit soms, als ik niet op tijd uit huis ga, 1/2 uur in de file. Hè. Dus zo klein is het ook weer niet. Oké. Nee, dat is mooi. Een heleboel mensen kennen Urte Helstone. Maar er zullen enkele zijn die die naam voor het eerst horen. Dus we gaan terug naar de tijd in Suriname, geboren sowieso. En van welke buurt ben je, Urte? Oké, opgroeiend. Ik heb eerst gewoond aan de Elisalaan, naast Henk van Vliet. We waren buren van Henk van Vliet. Oh. Ja, en toen zijn we verhuisd naar de nu Johan Adolf Pengelstraat. Schuin tegenover Bosnisch, mijn ouderlijk huis nog steeds. Maar ik heb mijn jeugd heb ik doorgebracht op project Sloot. Aan de Pindastraat, achter Molenpatiedal, Café Ludenstraat. Want daar woonde mijn oma van moederszijde. En daar waren we, weet je, daar mocht je nog een beetje op straat spelen. 6 uur binnen. Ja, daar ben ik op gegroeid. Oh, dus daar heet project Sloot. Ja. Mijn best sabi. Dat ben ik project Sloot. Echt dat gedeelte tussen de Café Ludenstraat. Door volgens mij tot Sinjastraat. Echt dat blok van Lobbystraat. Project Sloot. Project Sloot. Ja. Fijne tijd geweest toen. Ja, ja. Joel. Hibby. Niemand wil met die hibby slapen. Oh, wat is dat? Dat is dan een hibby dan? Je maakt het zo met krantenpapier en zo in een zak. En dan gooi je dit op elkaar. En je weet, vroeger was er echt sociale controle. Dus wiens oma ben bezig of die is bezig. 6 uur moet je binnen. Dus 5 voor 6 is het... Als we hibby gespeeld hadden die middag... Dan was het van 5 voor 6. Zat je braaf binnen als die hibby niet bij jou was. Want je wil geen risico nemen dat je met die hibby moet slapen. Geen van die dingen heb je meer, hè? Nee, helaas. Helaas. Wat een bal. Slagbal. Hadden we een buurman die niet ervan hield. Laat die bal op het erf komen. Ik kon dat bal in het pispisje. Leuke tijd. Urte Helstone. Helstone is de ene familie. Wat is de andere familienaam? Vertel het een beetje. Kousabiere. Sumanadesma die Mick Urte Helstone. Oké, mijn vader is Eddie Helstone. En mijn moeder is Carmen Helstone Rijker. De meeste mensen kennen haar omdat ze in het onderwijs was. En dan kom je ergens, weet je. Dan stel je voor, Urte Helstone. Oh, wie is Carmen Helstone? En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Dus hier moet ik me gedragen. Ik kan me niet misdragen, want dan gaat het verkeerd. En mijn moeder, die komt van... de meeste mensen... Haar moeder is Marie Directie. En ja, zo denk ik een beetje... Dat zijn de mensen die ervoor gezorgd hebben dat ik er vandaag de dag hier zit. Helstone, Directie heb ik gehoord, Rijker. Aha, dat zijn dat grote families? Ja, vooral de Helstone. Oh, die zijn groot. Rijker, maar de meeste wonen dus niet in Suriname. Op Curaçao, in Nederland. Directie is helaas een beetje aan het uitsterven. Omdat er ook meer...
dames op een gegeven moment zijn en die zijn getrouwd. Dus die naam is eigenlijk bijna aan het uitsterven. Oké, op die manier. Nee, dat is het verhaal van Eartha Hellstone, althans een deel. Moet je nagaan, in leuke buurten gewoond, met leuke mensen om je heen, aardig wat gespeeld. Maar natuurlijk ook de school bezocht, nog zat die de in een beetje datra. Welke school heb je bezocht, Eartha? Oké, ik zat op de Alvarenschool. Dat stond aan de Nassilaan tegenover Thalia. Toen ben ik naar de Vrije School geweest. De Poolschool heb ik bezocht. Ik heb HAVO gedaan. Toen heb ik geschakeld, want je mag vanuit het HAVO eigenlijk niet naar de universiteit. En toen ben ik terechtgekomen op de faculteit der medische wetenschappen. Ik ben 6 jaar daarna ben ik afgeschreven, omdat ik 1 vak niet kon halen. Dat was voor mij juist van, Welk vak was dat? Dat was moleculaire genetica. Anyways. Waarom ik lach? je blikken toch? En je mimiek bij het noemen van dat vak. Uh-huh. Ja. Toen heb ik gedacht, weet je, ik wil niet stilzitten. Ik zeg het precies zoals ik het heb gedaan. Ik ben snel een LOS-kunde gaan maken. Ondertussen met mijn toenmalige partner besloten van, zou het doen. Want ik ga terug naar de medische faculteit. Besloten gezinsuitbreiding. Ik heb een prachtige, geweldige dochter. Ze wordt 26 jaar volgende maand. Teruggegaan naar de medische faculteit. Waarbij ik helemaal opnieuw moest beginnen in het 2e jaar. Ik gaf les op de Christus Koningsschool. En dan op de Graaf van Sinsendorf School. En ja, gaandeweg, toen ik mijn kooschappen moest beginnen te lopen, besloten we uit elkaar te gaan. Daar stond ik als alleenstaande moeder. En toen begon de uitdaging. En, want je moet verdienen. Als je kooschappen loopt, Wat is dat, kooschappen lopen? Internship. Dus je hebt je theoretisch gedeelte van je studie afgerond. En dan ga je dus in het ziekenhuis, op de verschillende afdelingen, ga je dus naar een soort stage lopen. Dus dan ga je dokter worden, ga je dokter spelen. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen begonnen mijn andere skills hebben me geholpen. Want ik jureerde bij danswedstrijden, bij beauty contest, Miss Suriname. Ik leerde de dames de openingsdans. Toen begon Thai boksen weer. En mede dankzij mijn collega Dr. Elliot zijn we erin gerold. En ik ben vanaf 2009, eerst was ik de ringmedicus, want ik was nog geen arts. Mm-hmm. En tot mijn vertrek was ik de ringarts van de Surinaamse Thai Boxbond. Ja. Sport, daar hou je ook van. Los van het feit dat je arts bent, psychocontrolerend geneeskundige. Ja. Dat is iets anders dus. Ja, dat is dus mijn functie op Curaçao. Ik ben dus bij de Sociaal Verzekeringsbank. Dat moet je zien als de UWV van Nederland. Maar dat is op Curaçao. En wij doen verzuimspreekuur. En wat ik doe is de arbeidsongeschiktheidsbepaling bij mensen die een bedrijfsongeval hebben gehad. Dus de mate van, dus eigenlijk de keuring. Van zijn ze blijvend arbeidsongeschikt of niet? Dus als assistent van de verzekeringsarts, omdat ik geen verzekeringsarts ben. Dus daarom dus controlerend geneeskunde. Het verzuim van de mensen controleren wij. Oh, best uitdagend. We hebben het gehad over sport, maar heel kort. Je noemde Thai box en alles wat je gedaan hebt. Ik ken je ook van Tiger Posse, die dansgroep. Ja, ik was de manager en eigenaar van Tiger Posse. We zijn begonnen als Hajime Tigers. Dat was dus eerst gewoon aerobics. En op een gegeven moment kwam er een groep dames bij elkaar van, ja, maar we willen wat anders. Toen begonnen we met dans erbij. En toen werd de sportschool gesloten. Maar we wilden doorgaan, maar we mochten de naam Hajime konden we niet meer gebruiken. Maar omdat het was Hajime Tigers, dus Tiger. En toen hebben we de Tigerpassen van gemaakt. En ik mag het met trots zeggen, wij hebben de trend gezet onder de dames dansgroepen, hoor. We zijn 4 keer kampioen geweest. Welke andere damesdansgroepen had je toen, hoor? Die andere namen ben ik vergeten. Dus niet... Jij ook, hè? Ja.
Nee, ik kan niet echt op ze komen. Ja, ik kan alleen die jongens. Sorry. Ja, er waren zoveel van die jongens. Ja, ja. Maar dat was een tijd hoor. Ja. Met dansgroep in Suriname. Ja, we dansten bij elke playoff standaard van de basketbalbond waren we er standaard bij. We waren eigenlijk gewoon, zodra er playoffs waren, wist je van, oké, dames, playoffs naderen. Ja. Hoe ontdekte je die talenten? Ik ben van huis uit, ik dans vanaf ik vijf, nee. Ik dans vanaf ik kan lopen. Zoals mijn moeder het zei, als ze kleren waste, de wasmachine, je weet hoe die wasmachines gingen, tjoek, tjoek, en danste ik. Maar goed. En ze zeiden altijd, ja, dans zoals we gepoori. Ik heb een poor want ik heb wel iets goed met dansen gedaan. Dus, Dat trouwens zo dingo poori. Daar heb ik een poori. Toch? Ja, dus ik heb ook het Nationaal Ballet gedaan. En ik werd door de eigenaar van Hajime Tigers, want het was een aerobics school, wij noemden het voordanseres. Ik gaf dus ook les. En toen zijn we op stage gestuurd naar Amerika om te leren. En zodoende. En ja, tijdens de lessen zie je iemand. En zo was het. Want iedereen denkt dat ik de choreografie maak. Absoluut niet. Mijn dames deden het zelf. Ik verfijnde. En ik was de drillmaster. Vooral voor de conditie- en krachttraining. Dat was echt mijn deel. Maar de choreografie, de dames zelf. Conditie- en krachttraining. Daar werd ook op gelet bij dansen? Natuurlijk, want dat is eigenlijk de fout die men vaak maakte. Men denkt, ja, ik kan dansen, dat is het niet. Je moet controle hebben over je lichaam. Ik bedoel van, het is uithoudingsvermogen. Je kan niet dansen en dan heg je. Nee, je performance. Dus, ik bedoel, stel dat je een koprol moet maken. Dan moet je controle hebben over je lichaam. Want anders, ja, iedereen maakt een koprol. Maar een koprol tijdens een choreografie is een andere koprol. Ik bedoel, op een gegeven moment, als je springt, kan je toch niet als ik bijvoorbeeld met mijn 300 kilo, als ik ga springen, beroeps neerkomen. Nee, je moet controle hebben over je lichaam. Dan ben je nog zo zwaarlijvig, maar je komt licht neer, omdat je controle hebt over je lichaam. Hè? Daar stond ik niet bij stil. Ja. Alassane Abin Choriere. Ja. Ja, toch? Ja. En thai-boksen, hoe kwam je in aanraking met thai-boksen, Eurta Hellstone? Benito Coupin, die zit in Nederland, heeft daar. Ik was heel goed op Weiland, zijn zus. En hij was bij Sparimaka bij. Hoe heet deze man weer? Die man gaat me doodmaken. Anyway. En bij hem thuis, zo is het begonnen. En Angelo was ook pupil van hun. En toen al waren de thai-bokswedstrijden iets meer van Wilge Sporthal. En toen het weer opkwam, Angelo een van Simpson, een van de mensen weer. En de andere sportscholen, zo bij erin gerold. Weet je, medisch assistent. Ja, ik hield altijd van thaiboksen. Dus ja, je komt erin, je vindt het leuk. De directeur van SRS, Ernie en ik, hebben zulke leuke, mooie. Ik zal ze vuile was niet buiten hangen. Ook ondeugende dingen gedaan tijdens thaiboksgala's. Uh-huh. Maar dat mis ik wel. Dat mis ik echt. Ja, ja, hij deed de presentaties. Ja, ja. En jij daar als de, hoe zeg je dat weer? Ringarts. Ringarts, zuiver, ja. Maar nooit eraan gedacht om actief mee te doen? Ik deed aan thaiboksen. Oh. Ja, ik ben niet professioneel, want ik kan niet tegen mijn verlies. Oh. Nee, en dan ga ik regels overtreden. Dus, maar ik deed een thaiboksen bij Angelo, ja. Uh-huh. Ja. Prettige sport. Supersport. Vooral als je wil afvallen. Je traint alles tot je vingerspieren train je. Onbewust. Mm-hmm. Ja. En ook voor anger, weet je. Ja, controle. Ja. Uh-huh. Ja. Heb je soms van die woede uitbarstingen? Oh, nee. Jee. Ik zeg niet ja, niet nee. Jee. Wat doe je wanneer je zo'n woede uitbarsting krijgt of kreeg? Boy, ik ga niet voor jokken huilen. Akredat, bijna akredat, want ik long. Huilen. En mijn mond, boy. Echt mijn mond. Mijn mond is bijna mijn straf. Maar het huilen maakt juist dat je tot rust komt. Ja. Want je moet jezelf als mens kennen, toch? Ja.
nu loop ik weg. Nu kan ik weglopen. Maar echt, want het is... Oké, dat is mooi. Urte Hellstone, wat zijn je andere hobby's? Lezen en muziek luisteren. Waarna luister je het liefst? Ik luister het liefst naar Easy Jams. Echt Suripop nummers. Deze man, hoe heet die? Etje Rust, Maruf Ahmad Stam. Die andere Ahmad Stam. Rahmat. Rahmat, Lieve Hugo. Nax, Boggle, Black Harmony, Cyril and the More Love. Luister je ook naar? Tuurlijk. Aha. Ja. Nee, dat is mooi, dat is mooi. Age ain't nothing but a number. Leeftijd maakt niet dat je je laat beperken, nee. Toch? Helemaal niet. In geen enkel opzicht. Absoluut niet. Never nooit gedaan. Absoluut niet. Je leeftijd kan niet bepalen wie je bent, hoe je bent en wat je bent. Ik bedoel, als je mijn vader ziet, mijn vader is 86 jaar. Die wil nog steeds op die ladder klimmen om die boomtak te kappen. Ik zeg, kan je het laten? Dus dat zeg ik niet meer, want dan wordt hij boos. Dat kan niet. Wat ik doe is een schietgebedje van, let op hem. So, age nothing but a number. Mm-hmm. Nee, dat is mooi. Curaçao is het land, het eiland. En daar zit je nu al 2 jaren, zeg je. En het lukt wel. Soms zit je 1/2 uur in de file. Om van de ene plek naar de andere te gaan. Ja, wat zouden wij van Curaçao mogen leren? Oké. Heel belangrijk, wat we van Curaçao kunnen leren, is de ordening van het gezondheidszorgsysteem. Sorry, maar ik ga het zeggen. De COVID-aanpak. Nou, ik zou je zeggen, de manier hoe het daar is aangepakt, petje af. Voor de rest is er heel weinig verschil tussen de Curaçaoënaar en de Surinamer. Een ander ding ook, je komt hier naar Suriname vanuit het buitenland. En je komt en je kan everything doen. Oh, brada. Je krijgt niet zomaar een werkvergunning, je krijgt niet zomaar een verblijfsvergunning. Ik heb 1,5 jaar moeten wachten op mijn verblijfs- en werkvergunning. Omdat alles onderzocht wordt. Is er in die branche daadwerkelijk niemand van Suriname, om het dus zo te stellen, dus daar van Curaçao, die invulling zou kunnen geven aan die job. Dus de Curaçaoënaar eerst. Yes. En dan de buitenlander aan de bak komt. En niet gewoon de Curaçaoënaar. Landskind. Landskind wil zeggen diegene die daar geboren is. Die heeft in alles voorkeur. Maar het voordeel is in de gezondheidszorg, vooral op het niveau van dus het artsenniveau, is er echt een groot tekort. Dus ze konden niet om je heen? Nee, en ik ook niet om ze, want ze bleven maar. En ze bleven maar vragen. Ondanks ik zo lang moest wachten. Maar u bent nog steeds geïnteresseerd, toch? Maar u komt nog, toch? Men zegt wel eens dat ze ruwe mensen zijn. Vind je dat ook? Ik heb het niet ervaren. Wat ze wel hebben is... iedere donkere persoon is voor hun Curaçaoënaar. Dus ze beginnen je te approachen in het papiament. En ik zeg altijd netjes... Sorry, maar papiament is nog niet zo sterk. En dan heb je een paar die het proberen... maar je hebt sommigen die gewoon papiament doorpraten. En... je hebt dan ook... die Surinaamse dokter heeft me weer naar het werk gestuurd. Maar ruwheid heb ik niet echt ervaren. Nee. Dat heb ik niet ervaren. Hoeveel andere Surinaamse artsen zijn er op Curaçao? Een aantal. Mijn eigen huisarts daar is van Surinaamse komaf. Zij is van Ikeri. Dat is dokter Rogwanger. Dan heb ik daar bij de SVB hebben ook eentje die van Surinaamse komaf. Dat is dokter Jean Kuri. Dokter Krishnada, die is gewoon huisarts. Dokter Leon Ayen, die was KNO-arts. Hij is nu met pensioen. Zo zijn er een aantal van Surinaamse origine. Ja. Je noemde de SVB TT. Ga ze naar mijn SVB, naar Surinaamse voetbalbond? Ja, dat dacht men ook. Ja, klopt. Maar het is Sociaal Verzekeringsbank. Oh,
Ja. Dat eten van Curaçao kan niet tippen aan dat van Suriname. Helemaal niet. Helemaal niet. Het enige wat is die, zijn die pasteetjes. Die zijn echt heerlijk. Maar voor de rest, niet voor mij. Ik eet geen fonchi. Ik eet geen tutu. Bedankt. Wat eet je dan? Ik eet de meeste groenten vind je daar. Sopropot is wel niet als onze. Sopropot is een beetje waterig. Je hebt amsoi, je hebt kousenband, je hebt chapaar, je hebt soms sneeuwbonen. Vleessoorten heb je. En ik kook altijd zelf. Ik moet zeggen overwegend zelf. Dus dat eet ik. Gewoon kook mijn potje. Als er, nu zijn er weer vluchten, dus gaan vaker weer mensen komen. En als er iemand komt, nou, wat moet ik voor je meenemen? Antroa. Dat is het enige dat ik daar niet vind. Maar voor de rest, pas me aan. Pas me aan. Ik ben er 2 keer geweest. Met Lego en wakker gewoon aan Mindris Manapem. Denk je dat Sandy weer met Jan? De Chimbo heeft Sarnambe Moesdeja. Probleem. Ja, ik heb geen zaak met ze. Hè. Ik heb totaal geen zaak met ze. Ik vind die beesten zo eng. En net wat je zegt, gewoon op het strand. Ik was pas daar en we gingen naar het strand. Curaçao-dag, dat is 10 oktober, wanneer wij Dag der Maron vieren. Dat is bij hun Curaçao-dag. Mm-hmm. En dan zit je op het strand. Ik zit, relax, want ik ga ook niet in de zee, want ik kan niet tegen dat zoute water. En zo van, ja. En gewoon met mijn ogen open. Ik heb nog net niet de acuut hartstilstand gehad. het zijn beschermde dieren, toch? Ja, maar echt. Daar. Nee, ja, ze zijn beschermd daar, maar echt. Nee. Je hebt toch een paar mensen die ze eten. Oh, ja, illegaal dus. Natuurlijk. Er zijn zoveel, ze missen ze niet. Voor mij moeten ze allemaal eten. Echt een Surinaamse vrouw. Heb je huisdieren, Urta Hailstone? Helaas niet. Ik wilde wel een hond, maar... Weet je, hond heeft weer zorg. En daar ben ik eerlijk in. Ik ga 6:15 uit mijn huis. Ik ben om 4:15 thuis. Ik bedoel, ga toch... Nee, dus helaas niet. En wanneer je weer thuis bent, om 4:15, ga je niet meer van huis? Nee, wat moet ik nog meer op straat zoeken? Ik moet koken, bijkomen. Ik moet mijn contacten met Suriname onderhouden. En dan is het ook alweer 6:30. Dan zet ik alles klaar voor de volgende ochtend. 7:30 sluit ik mijn huis en ik ga in mijn crib, in mijn veilig gebiedje. Dat is mijn slaapkamer. En dan even nog tv kijken. En voordat je denkt, ben ik weg. Wat doe je wanneer je last hebt van heimwee? Russisch zoeken met mijn vriend. Is hij een Surinamer? Hij is een Surinamer en hij is een Surinamer. Nee, ja. Mm-hmm. Dus Russisch zoeken met hem. Ja. Ik hou van je openhartigheid, man. Ja. Anala trobi na trobi. Nee, weet je dat zo? Ja, maar je komt toch appen. Zeg gewoon tegen die man, je mist hem, maar nee. Ik mis jou als een bijzonder deel van Suriname. Maar ik mis geheel Suriname ook. Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. En ik zou je zeggen... Ik hoop wel dat... Oké, voor nu, helaas, ik zal het hier niet zeggen, maar er is me veel afhandig ook gemaakt. Wat me ook nog de terugkomst naar Suriname zou kunnen bevorderen. En om dat weer op te bouwen, dat gaat niet 1, 2, 3. Daar werd ik mee geconfronteerd toen ik hier kwam 1 oktober. Dat ik mijn polykliniek niet door mocht draaien, hier in Suriname. Dus ja... Ik zal alleen maar op vakantie moeten komen. Maar Suriname als Suriname mis ik wel. Dat mis ik wel. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoe lang zie je je totale periode in Curaçao worden? Over durven dromen? Oké. Net wat ik zei, doordat... mijn polykliniek hier niet meer bestaat. Maar in de toekomst is aan kan regelen. Dus wacht dan, laat me uitbreiden. Oh. Ik actie me toch. Is dat minasaranang? Dan kijk ik even eerst daar settelen. Toch even settelen. En natuurlijk zien we niet in de toekomst. Maar zoals het er nu voor naar uitziet. Ik heb veel mogelijkheden daar. Veel kansen daar. Qua mijn werk. Ja, het is... In juli ben ik...
personeelsarts geworden van de SVB, van het hele grote bedrijf. En ja, dan zit je en dan denk je, Dus qua werk heb ik zoiets van, oké, ik ga gewoon dat doen. Nu even 5 jaar kijken, maar ik heb niet zoveel ruimte meer, want net wat ik zeg, ik ben een laadbloeier. Of misschien zeg ik van, ik blijf tot mijn pensioen gewoon daar. Ik maak mijn pensioen af. En dan kom ik terug. En dan hoeft het misschien niet in de medische wereld te zijn. Ik hou van koken. En dat ik misschien daarmee begin. Ik doe het al een beetje. Curaçao stressen ze me ook. Ja, wanneer? Ja, je moet pomma komen te verkopen. Ik denk bij mezelf, ja, want je denkt dat het 1, 2, 3 gaat. Moet ook koppen willen zijn. Dus al is het niet. Maar oude dag hier. Zeker. Ja, ja. Naar vrede. Want dat jij komt bij Tiberi. Jawel. Weet jawel. Je? Ook al die man denkt dat ik dan nak me. No? Mi kanti, maar mi dit. Her, en mijn kombakka. Jawel. Urta Hellstone. Super hoor. Ze is werkzaam op Curaçao. Al 2 jaren daar. Even op vakantie. Hoe lang blijf je nog? Ik ga 15 oktober terug. Ja, na Tamara bijna. Ja. Ja. Uh-huh. Ja. Maar ik ben blij dat ik heb kunnen komen, want er waren geen vluchten tussen Paramaribo en Curaçao. En echt, anders was ik al lang gekomen. Mm-hmm. Super hoor, super wat je doet. Er zijn mensen die luisteren en die zo blij zijn om je te horen. Isagide Odi, Baardewan Sting. Laten ze weten dat Urta Hellstone en Surinamers overal is op bezoek bij Radio SRS Suriname. Odi. Ieder die Urta Hellstone kent, ieder die denkt Urta Hellstone te kennen. Al mijn mensen, mijn familie, mijn vrienden, mijn kennissen. Hier in Suriname vooral, ik heb jullie niet in de steek gelaten. Goedemorgen. Er is iemand die nu iets wil zeggen, denk ik. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe gaat het met u? Goed, met wie? Met Ramon. Dag Ramon. Mijn Urta even. Ja, Urta luistert naar je Ramon. Urta? Ja? Hoe gaat het met u? Goed, welke Ramon? Wacht, je krijgt iemand, dan ga je weten welke Ramon. Alsjeblieft minder volume voor de radio, Ramon. Arie. Zetten. Hallo. Dag Urta. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Weet je tot wie? Nee, die radio, staat nog te luid aan. Even. Hey, Urta. Ja. Inasabi. Dus die stem kan ik even, maar ik kan het niet plaatsen. Nee, weet je begrijpt toch? Mijn enthousiasme toch? Dus daar moet je maar herkennen als ding. Help a girl out. Urta, ik ben Earl's moeder. Oh, tante Richelle. Ja, Urta. Oh, hoe gaat met de moon? Hey, Urta, ik poras aan je. Dat gaat. Oh my god, nee, nu schaam ik me nog meer, want daar moet een Doro nu weer. Is dat Doro voor Sigue? No mo Doro, tide bakana me Doro. Me Doro. No for me ba, no for me. Is dat vast aan je gotok? Ik weet het, schat. Alles goed, blij uw stem te horen. Ja, me godo. Ja? Ja. Ik kom vanmiddag. Is goed. Aboom. Doei. Doei. Hallo Surinamers overal. Ik wil gewoon die Alassani groeten. Look hoeveel mensen die zo met me kreeg. Geweldige uitzending. Dankjewel. Een persoon met een haak op de juiste plek. En je hoeft niet te tranen. We gaan die tranen sparen. Ja. Jammer schat. Ja, love you. It's love you too. Doei. En dat zijn gezellige Surinamers, hè? Urta, aha. Zo, wam chin tran. Werkelijk atran, kong. Wanneer mensen van elkaar houden. Surinamers overal, goedemiddag. Ja, u spreekt op mevrouw Doorson. Ik wil Urta groeten en de moeder Carmen Hellstone ook groeten. Ik heb u lang niet gezien, vooral die moeder en die vader. Maar Urta, ik wens het allerbeste wanneer je teruggaat. Alle mevrouw Doorson, Juliette. Ja, dank u wel. Dag, doei. Doei.
Zo is dat, hè. Heel leuk, gezellig, spontaan. Goedemiddag. Surinamers overal. Ja, goedemiddag. Dag, juffrouw Helstone. Dag, meneer. Dag, Olu. Goedemiddag, Olu. Goedemiddag, meneer. Ja, laat me netjes blijven. Goedemiddag, Olu. Ja. Dag, juffrouw Helstone. Ja. Netjes in dit, toch? Ja, nee, want mijn priest kon gewoon dag, juffrouw Helstone. Ik denk dat ik die naar uitzending. Nee, met wie? Met Tyron. Dat is Tyron, Urta. Tyron van welke school? Want hij zegt juffrouw. Ja. Grappig, sinds een ja. School is mijn natuurkunde docent geweest en mijn wiskunde docent. Ja, een van mijn jongens. Blij je stem te horen, je. Ja, ook blij van je te horen. Alles goed, toch? Ja, helemaal. Super. Mooi. En make us proud. Always. Lobby. Goed. Doei. Dag, Tyron. Doei. Ja, doseren. Ja. Dat is een dankbaar beroep in de meeste gevallen, no? In mijn geval wel. Echt waar. Ik heb zoveel kinderen. En waarom ik ook zeg dankbaar, mede dankzij mijn periode als leerkracht, mag ik zeggen dat ik een goede arts ben. Omdat ik luister en ik onderwijs mijn patiënten. Ik zeg niet hier, dit is er. Ik leg je uit, dit is er aan de hand. Ik geef je deze medicijn om die reden. En als mensen die zeggen van, ja, maar ik wil nog geen medicatie, dan gaan we kijken. Als die persoon niet ready is, ga ik je niet op medicatie zetten, want je gaat het niet gebruiken. Dus daarom zeg ik dankbaar beroep, niet alleen voor mijn leren, nog steeds. Ja, vrouw Helstone, anderen zijn arts nu. Ik zeg, utapanga show, we zijn nou collega's, nog elkaar met je vrouw. Is dat respect, hè? Ja. Ja. Rahmat van jou, je favoriete Rahmat, hoor hem. So many native saini prakseri du no masri di. How many words to taki of sale guinti unome arki. So many arif sale uatra bevu soso. Sa ukandu ai mistranan mi love you so lazy day of sa du ere no benja di casu ati de na famili di de so far away. Probieme ala dei, ma lo videna ala sei, sonisa avina firi fu lobi di dendra pe. So merine tip sai li praxeri, tu no mastrivi. O meni urtu tanti, a sale quinti. Surinamers overal vandaag met Urta Helstone. Ze is op vakantie. Ik denk dat je wou. Ik denk je Zwitserland. Wie al een jaar om aan vergiet in de pres. Beoombetaal. Zo ben je net die zijn die praxerie. Doe nog maar schrijven. So Aiza Ukandu Mami Strana.
mag misschien niet zeggen, maar voor mij is dit de mooiste pokoe die er ooit voor Suriname gemaakt is. Het is gewoon een love song, maar dan niet voor een vrouw of een man, maar voor een land. Absoluut. Helemaal mee eens. Ja, toch? Helemaal. Misschien moet het toch vaker afgespeeld worden door iedereen. En dat men ook de tijd neemt om niet met de oren te luisteren, maar met het gevoel. Dan denk ik dat die binding met Suriname nog beter wordt. Ja, ja, ja. Urta, we doen nog één voor jou. En dan kunnen we andere leuke dingen gaan doen, toch? Want hier zitten we een hele poos en moeten we rekening houden met alles wat we zeggen. And me beg you the money, me miss what I see, me the one passi, sade wani. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Me ne vrede, free me wa. Me ne vrede, take me gas. Me for kumulanga, me kine nyanga de, if me be nyamde me be kwe. De no ma put me fa de. Champion is still a champion, still going strong. How set? Waka mang waka kite, meng dangerous man de piru apasi. Waka mang waka kite, meng dangerous man de piru apasi. Ya, ya, na bondetro. Mota yung mota kite, meng dangerous man de piru apasi. Urta Hellstone houdt ook van Cyril en de More Love Band. Dus vandaar deze pokoe. Zoveel succes in je leven. Over voetbal heb je niets verteld, Urta. Misaptaki, loop voetbal toe. Ja, mi loop voetbal. En ja, ik heb niet alleen als van de sportvoetbal, maar ik heb ook mijn krachten gegeven. Ik was de clubarts van Notch. Van onze nieuwe directeur van... Nis van Bordeaux. En ik deed de screening van de jongens van Inter Mungutapu. Dus ja, ik ben eigenlijk skink met de VP. Maar voetbal is, eigenlijk, voordat ik wegging, was er ook sprake van om te kijken van hoe of wat om me te gaan verdiepen, meer in sportgeneeskunde. Specialisatie zou het niet meer kunnen worden vanwege mijn leeftijd. Maar om wel mijn krachten te geven. En daarmee waren VP nu, dus Ronnie Brunswijk en Bordeaux bezig om te kijken hoe. Maar ja, weet je, toen is het niet doorgegaan. Nou, ben weggegaan. Maar nog voetbal, ja man. Ja, hè? Ja. Geweldig is dat. Alles wat je moet hebben, zal je hebben. Wat moet zijn, zal zijn. Dat na Libidisi. Komt niet altijd wanneer wij willen. Maar voor alles is er een plekje gereserveerd in time. Absoluut. Ja, toch? Absoluut. Je hebt ons geen papiament geleerd of papiamento. Ik weet dat bijdromen is, ja... Ga slapen. Ga slapen. En... Okay. Dinada is oké. Okay. Nee, maar Dinada is geen dank, toch? Masha Danki is dankjewel. Hartelijk dank. Oké, dan kan ik een beetje praten. Toerhende naar Suriname. Misti Mabo. Iedereen in Suriname, ik hou van jullie. Dat is mooi. Bon dia. Ja, bon dia.
is goeiedag. Goeiedag. Bonochi. Conta kubo. Turkosta bon. Dat wil zeggen, alles goed. Ja. Zo, so, met de biker zo, Jabierne back. En toen was ik gefriest. En dat gebeurt altijd. Urta, je bent zo'n leuk mens. Blijf goed doen. Zeker we spreken weten. Elkaar gauw weer. En alvast namens Suriname. Ja. Een veilige terugreis. Heel veel succes. Dank je wel. Dank jullie wel. Van SRS in het bijzonder Ernie. Mag ik misschien geen Ernie meer zeggen. Directeur Ernie Enig. Voor mij blijft hij Ernie. Jamie Lee en jij Olu. Geweldig. Super. Keep up the good work. Thanks a lot. Dag, Urta, Urta, Urta. Dag, Olu. En dit is het geworden. Een speciale Surinamers overal. Met Urta Hellstone, onze gast in de studio. En we maken plaats voor de mannen van het nieuws. Om 1:00 het nieuws. Blijf waar je bent. This is the Power Station.